U luistert of kijkt naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Het is alweer de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Wordt vanavond gepresenteerd door Ben Lonen en mij, Dimfie Verloon. We hebben vandaag 4 gasten. Als eerste hebben we 2 gemeenteambtenaren, Sylvia Tormans en Frans Burkens. En dat gaat dan over de plannen met de Bakertand. Daarnaast hebben we als gast Cor de Vries, de voorzitter van de Hobbysoos. Hoewel, zo heet dat niet meer. Maar dat zal u dadelijk vast zelf wel even vertellen. En we hebben Gonnie natuurlijk, die ons op de hoogte brengt van de verwikkelingen in ons gemeentehuis. Maar voordat ze dat gaat doen, staat onze logvoorzitter Wil van der Kruis stil bij de 90ste verjaardag van medeoprichter Leo Joosten. Ja, dat zal ik graag doen. Beste kijkers en luisteraars, 14 juli is voor Frankrijk een nationale feestdag. Op die dag herdenkt Frankrijk de bestorming van de Bastille, een gebeurtenis die het begin inluidde van de Franse Revolutie. Voor Leo Joosten is 14 juli al 90 jaar een bijzondere dag. Op die dag is de geboren neerkanter immers jarig. Afgelopen juli dus voor de 90ste keer. Dat is niet aan Goorlen voorbij gegaan. In zijn alombekende bescheidenheid heeft hij nergens vermeld of de burgemeester die dag zijn opwachting heeft gemaakt bij deze drager van het ereteken van de gemeente Goorlen. Maar vele vrienden hadden wel zichtbaar achter de plaisance gegeven op die vrijdag 18 juli, tijdens de bijeenkomst van Tertulia. Dat is een gezelschap koffiedrinkende dames en heren dat vrijdagochtend bij elkaar komt in de Jan van Bezouw en daar discussieert over alles wat in Goorlen en de wereld goed of fout gaat en wat zij daaraan gedaan zouden kunnen hebben. En samen hadden ze, tot grote verrassing van Leo, in Liber Amicorum een vriendenboek geschreven, waarin de persoon van Leo van alle kanten, maar vooral van de goede, werd belicht. Het leek wel haast een necrologie. De schrijvers moeten beïnvloed zijn door de commercial van begrafenisondernemer Dela, die zich afvraagt waarom je met je goede boodschappen zou wachten tot het te laat is en slachtoffer niets meer kan terugzeggen. En Leo zei wat terug. Dat hij compleet was overvallen, overrompeld zelfs. Dat zelfs een man met een grote eigendunk ervan zou gaan blozen tot ver achter zijn oren. En onze eigen columnist Norbert de Vries schreef dat hij nog nooit zoveel overdrijvers bijeen had gezien. En dat dat ongetwijfeld de nodige duiten gekost zou moeten hebben. Kortom, het was een feest in de stijl die Leo past. Nu sta ik als voorzitter van de log natuurlijk niet stil bij elke goorlenaar die gezegende leeftijd van 90 bereikt. Maar Leo is, zeker voor de log, niet zomaar iedere goorlenaar. Hij was in 1972 een van de grondleggers van de log en hij is die omroep altijd trouw gebleven. Tot vorig jaar nog zorgde hij er als telefonist, zoals hij dat zelf noemt, voordat er elke week weer gasten waren voor het programma Goolse Kringen. Programma waar u nu naar kijkt of luistert. En al in 2003 schreef Ben Lonen in een van de 200 Goorlense portretten dat Leo's verdienst is geweest dat hij steeds als de log weer dreigde om te vallen mensen wist te mobiliseren die de boel weer overeind wisten te houden. Het laatste bestuurlijke slachtoffer van die kracht van Leo mag hem nu toespreken. Ik wil jou, Leo, kort maar krachtig danken voor het vele werk wat jij voor de log hebt verzet en voor het feit dat je nog steeds elke week naar dit programma luistert en er altijd ook je duidelijke mening over geeft. Dat je nog lang mogen leven. Hiep hiep, hoera! Hoera! Nou, dat waren mooie woorden, Wil. Maar eventjes voor de historische correctheid, want Leo is een historicus en die zou dat misschien niet fijn vinden dat jij het daar hebt over 18 juli. Het was 12 juli dat het vriendenboek werd aangeboden. 2 dagen voor zijn verjaardag. Excuses, Leo. Nou, nu gaan we naar heel iets anders. Ja, echt iets heel anders. Naar Gonnie Sperman. Ja, met het nieuws, voornamelijk van het gemeentehuis. Zwembad Waterspoor in Goorlen blijft zeker nog tot 2026 geopend. En dat kan met deze hete zomers toch wel eens een uitkomst zijn. Het contract dat de gemeente met exploitant Laco heeft, loopt in september 2021 af. Maar kan eenmalig verlengd worden met 5 jaar, als daarom door Laco gevraagd wordt. En dat hebben ze nu gedaan.
Over 7 jaar is de gemeente contractueel verplicht het zwembad en de grond aan LACO over te doen voor €100. Als LACO dat tenminste wil. En dat is het geval, dat hebben ze al laten weten. In de komende jaren gaan ambtenaren bekijken of er nog wel een zwembad in Goorlen moet blijven en in overleg met LACO. Het zou ook zomaar kunnen dat LACO op de locatie van Waterspoor uiteindelijk woningen gaat bouwen, als de gemeente daar tenminste het bestemmingsplan voor wil wijzigen. Op dit moment draagt de gemeente elk jaar €158.000 bij aan de exploitatie van Waterspoor. Er hebben zich maar 43 bewoners aangemeld voor een van de 6 bijeenkomsten over hoe er bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te krijgen. Te weinig, vindt het college van BMW, om ze allemaal door te laten gaan. Daarom komt er nu 1 bijeenkomst op zaterdag 14 september, dus volgende week zaterdag, om 10 uur bij Oom en Neef in de Dorpsstraat 52A. En daar kun je dan je ideeën op tafel leggen. Als je alsnog geïnteresseerd bent en je hebt je nog niet opgegeven, dan kan dat dus nu nog tot 12 september. En dat doe je op de website van de gemeente. En misschien een trekker, je krijgt een gratis lunch. Je weet maar nooit. Overigens, er is via internet en via de stemkaartjes wel redelijk gereageerd met voorkeuren waarop vooral niet bezuinigd moet worden. In totaal kwamen er 447 stemmen binnen. Misschien heeft u hem ook al voor de deur staan. De nieuwe duo-container voor papier en PMD. Hij valt wel op, hè, met zijn oranje en blauw. In 1 week tijd worden in Goorlen alle ruim 7000 oude PMD-containers vervangen. Vanaf 1 oktober verandert namelijk de wijze van afhaal ophalen in ons dorp. De grijze restafvalcontainer wordt voortaan nog maar 1 keer in de 4 weken geleegd. De duobak en de groencontainer 1 keer in de 2 weken. Met als doel uiteindelijk nog maar 60 kilo restafval per persoon per jaar op te halen. Dat is echt een heel klein beetje hoor. Maar het moet kunnen, zeggen ze. De oude PMD-containers worden schoongemaakt en vermalen, zodat er bijvoorbeeld weer nieuwe containers van gemaakt kunnen worden. Er komt geen gratis openbaar vervoer in onze gemeente. In opdracht van de gemeenteraad, waarbij de SP het initiatief nam, keek het college naar hoe andere gemeenten dat doen of deden. En Tilburg werd daarbij als voorbeeld genomen. Die heeft uiteindelijk vanwege de hoge kosten afgezien van het gratis OV. En Goorlen is het daarmee eens. Men wil de burgers niet via belastingen voor de kosten op laten draaien. Ook vindt men de busafstanden binnen de gemeente klein en zou gratis OV ook moeilijk te controleren zijn, omdat de buslijnen hier aansluiten op die van Poppel en van Tilburg. In oktober wordt er aan de Abkoverse dijk een zendmast voor mobiele telecommunicatie van Vodafone geplaatst. Het college heeft daarvoor 15 jaar goedkeuring aangegeven. Tegen de plaatsing van deze mast werd door een van de omwonenden bezwaar gemaakt, maar dat werd na een lange beroepsprocedure uiteindelijk door de Raad van State afgewezen. De bezwaarmaker krijgt nu wel een planschadevergoeding van €5700, omdat zijn woning in waarde zal dalen, aldus de schadebeoordelingscommissie. De gemeente gaat dit bedrag verhalen bij de exploitant van de mast Vodafone. En dat biedt misschien perspectief voor een aantal inwoners van Riel die maandag in hoge beroep gingen bij de Raad van State tegen de plaatsing van een zendmast van Vodafone aan de Veertels in Riel. Zij vinden dat die mast te dicht op hun huizen komt te staan en willen een andere locatie. Over enkele weken doet de Raad van State over deze zaak uitspraak. Het Milieucollege in Goorlen moet gedeeltelijk worden opgeknapt en gedeeltelijk vernieuwd of helemaal worden vernieuwd. Dat is de keuze die de gemeente Goorlen als eigenaar van het gebouw de komende tijd moet maken. Inmiddels is bekend dat de renovatie van het hoofdgebouw en de sportzalen en nieuwbouw van de overige oudste delen, de klaslokalen, €22,3 miljoen gaat kosten. Een volledige nieuwbouw, waar de voorkeur van het schoolbestuur naar uitgaat, kost €27,5 miljoen. Als daarvoor wordt gekozen, vindt het college dat OMO, het schoolbestuur, dan de meerkosten van €5 miljoen moet betalen, omdat zij in principe verantwoordelijk is voor renovatie en de gemeente voor nieuwbouw. Bij volledige nieuwbouw zou de school een stuk zuidelijker geplaatst kunnen worden naar het veld langs de Rillaarsbaan, waar nu nog woningen voor de Boskesfase 4B zijn gepland. Maar die zouden dan waarschijnlijk wel kunnen komen op de plaats waar nu de school staat. Die school zou dan wel op een mooie zichtlocatie komen waar het bestuur dan weer blij mee is. De nieuwbouw van het Meel zal op zijn vroegst in 2023 starten, dus het duurt nog even. Maar nu is al wel bekend dat de goedkoopste variant de gemeente €800.000 per jaar gaat kosten over een groot aantal jaren. De nieuwe geluidswal langs de A58 aan de kant van Tilburg zorgt niet voor een te grote geluidsoverlast aan de kant van Goorlen.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Tilburg op verzoek van Goorle heeft laten uitvoeren. Er is wel een lichte stijging, maar geen duidelijk waarneembare overlast en geen overschrijding van de normen. Toch klagen heel veel bewoners van de huizen aan de noordkant van Goorle over veel hinder van geluid. De wethouders van Tilburg en Goorle die geloven dat ook wel en willen als het onderzoek is afgerond gaan kijken naar mogelijkheden om de geluidsoverlast te verminderen. Bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat gaan pleiten voor een stille A58, want daar komt het waarschijnlijk door. Goorle doet het goed als het gaat om de reïntegratie van mensen met een uitkering naar betaald werk. En dat moet op de grond van de participatiewet. En dat blijkt uit de evaluatie van het programma Goorle aan de slag over vorig jaar. Alle door de raad opgestelde doelstellingen zijn gehaald. Zo hebben 97 mensen een betaalde baan gekregen en dat moesten er minstens 80 zijn. 62 personen doen nu onbetaald werk en de eis was minimaal 20. Alleen zouden er 25 uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Dat werden er maar 14. Waarschijnlijk omdat het voor een aantal toch te moeilijk is om zelfstandig te werken. Ook stegen 55 van de 273 deelnemers een trede op de participatieladder. Moeilijk woord, maar dat wil zeggen dat ze zichzelf beter kunnen redden en dus meer meedoen met de samenleving. In Goorle waren trouwens op 1 januari 337 bijstandsuitkeringsgerechtigden. Voorgesteld wordt het reïntegratiebeleid te koppelen aan het minimabeleid, omdat beide als doel hebben het meedoen te bevorderen. Er is geen uitgebreid archeologisch onderzoek nodig voor het plan Leioever in Riel. Op grond van een verkennend onderzoek is het niet aannemelijk dat er bijzondere sporen zullen worden gevonden. De weg is nu vrij voor de realisatie van de woningen. Mocht er toch bij de bouw nog iets gevonden worden, dan moet dat wel worden gemeld. Tot zover. Dus. Oh, kijk, yeah. Dank je wel. We gaan meteen door naar Cor de Vries. Over de hobby-shows die vandaag precies 25 jaar wordt, heb ik begrepen, Cor. Dat heb je heel goed begrepen. Ja. Compliment. Ja. Was niet zo moeilijk. Het heeft bijvoorbeeld in het Goors Belang gestaan. En, dus daar hebben we het allemaal kunnen lezen. Hoe is de hobby-shows ontstaan? Die is ontstaan door een aantal fabrikanten. Ik zal 3 namen noemen. Verder wil ik geen namen noemen. Dat is de heer Mes, de heer Poos en de heer Wintjes. Die 1994 daarvoor werden de mensen met vervroegd pensioen gestuurd. En die kwamen thuis te zitten. En die beste mensen die pakten geen boek. Die gingen zich vervelen. En die 3 mensen hebben de hobby-shows opgericht, hout en metaal, om die mensen dus een activiteit te geven. En niet over te laten gaan naar hangouderen. Nou, dat is gelukt. De gemeente, Lisbeth de Groot en Peter van der Bar als burgemeester, hebben daaraan meegewerkt en die ging prima. Dat heeft een hele tijd doorgekabbeld en gedaan tot 2008. Toen zegt de gemeente, we hebben geen geld meer. Het werd tot die tijd gefinancierd door de gemeente. Het werd netjes gesubsidieerd en het was ook een gemeentelijke gebeuren eigenlijk. En we hebben geen geld meer en daar zijn we dus tegenin gegaan. Ja. We zijn blijven bestaan. Alleen moet je nu wel een ander systeem gaan voeren. Een actiever systeem. Want dat was het voordeel van het feit dat ze zeggen we hebben geen geld meer. Dus niks is makkelijker als elke jaar je geld beuren en achteroverleunen. En wachten tot het weer geld komt. Dus wij moesten zelf voor onze centen gaan zorgen. En dat hebben we geprobeerd. Nou, dat heeft geresulteerd. Dat er op dit moment in plaats van 180 leden, en ik mag zeggen, we hebben vanmiddag de 186ste lid ingeschreven. Het gaat gewoon door. En leden wil zeggen, die betalen ook contributie? Die betalen gewoon contributie. En per keer? Of nee hoor, je betaalt per, je kunt betalen per maand, per half jaar of per jaar. Okay. En het is voor de schilderen, glas en lood en keramiek is het 17,50 per maand. En voor hout en metaal is het 10 euro per maand. Dus de prijs die is gewoon ontzettend laag. Ja. En dat komt toch heel duidelijk dat het vrijwilligerswerk is. En wij hebben als opzet, als we niet meer de exploitatie kunnen betalen, moet je ermee stoppen. Ja, en de mensen brengen zelf hun
hun spullen mee? Ze brengen dus materiaal mee. En er is ook materiaal bij de Hobby Shows. Okay. En wat wij ook doen, dat is dus sponsors en donateurs en vrienden proberen we te krijgen. Ja. Dat werkt gewoon prima. Ja, dat wou ik eigenlijk net zeggen, want ik dacht dat ga je niet eens verbellen. Maar ik denk dat ik je ongeveer heb leren kennen omdat je langs de deur kwam. Met een donateurskaart. En dus je bent in eerste instantie begonnen met langs de deuren te gaan. Mede. Ja. Ja, en we hebben vrienden, dus mensen zoals winkeliers. Sommigen die betalen 25 euro. Maar het gaat niet om het bedrag, het gaat om het systeem. Ja. We hebben ook hele goede sponsors. Dat je zegt dat loopt in de 3-0. Nou, dan kun je op een gegeven moment deze exploitatie doen. Wij zijn per jaar ongeveer een 45.000 tot 50.000 euro kwijt. Ja. Nou, als je een tientje per maand vraagt, of 17,50, en je gaat even dat doormidden hakken, dan heb je 90 keer. Tel maar op, dan heb je nog lang geen 45.000 euro. En dan moet je wel langs de deur blijven gaan? Graag. Dat blijf jij ook doen? Wij blijven dat. Ik niet alleen, hè? Nee, wij. Ja, wij. Want de Hobby Shows bestaat niet door alleen het bestuur. De Hobby Shows bestaan door de mensen. Ja. En er worden heel veel dingen worden daar gedaan. Ja. We doen ook voor non-profit organisaties, doen wij ook dingen maken. Ja. We hebben nu, het laatste project is een muziekkar. En dat is aangevraagd door een school in Berkel-Enschot. Ja. Dat hadden ze gezien in het Elisabeth ziekenhuis. Oh ja. Nou, dat vind ik, die mensen, die kinderen doen daar hun muziekinstrumenten in. Ze lopen naar een andere klas en ze gaan daar spelen. De muziekkar. En dat wordt gemaakt door de Hobby Shows. Wordt gemaakt door de Hobby Shows. En de kerststal hebben jullie ook gemaakt. Ja, maar dat is oude koek, hè. Dat is oude koek. Oude koek. En wat is er nog meer veranderd in die 25 jaar, behalve dat er leden zijn gekomen? Nou, veel zelfwerkzaamheid. En we hadden eerst hout en metaal tot 2009, 2010... En toen zijn we hard gaan denken over, we moeten de schilders bij hebben. Wij geven geen cursussen. Er is een andere organisatie voor. Wij doen wel op een gegeven moment, als mensen vragen, hoe moet dat? Dan word je wel uitgelegd. Je wordt wel elkaar, maar dan doen de leden elkaar helpen. En dat werkt gewoon perfect. Ja. De een die kan Rembrandt en de ander die kan nog niet eens. En ik vind het schitterend als ik een dame van 86 jaar zie zitten. En die zit voor het raam op een stoel te schilderen. En dan komt er een ander en die maakt een kras. Doe dat maar blauw schilderen. Maar ja. De dame van 86 die heeft er ontiegelijk veel plezier in. Ja. En zegt dat is goed. Het gaat bij ons niet om het resultaat. Het gaat bij ons om de mens. De mens moet er plezier in hebben. Ja, dat zegt ook al iets van hoe het begonnen is, hè? Hoe het gestart is. Ja. Om mensen gewoon een ruimte te geven waar ze met hun vrije tijd iets konden doen. Een nuttige invulling van hun vrije tijd. Ja. En nogmaals, er zijn mensen bij die veel meer kunnen als ik, want ik kan niks. Maar we helpen elkaar. Ja. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Waar we heel veel op letten is ook de veiligheid. Mm-hmm. En we zitten nu weer met de keramiek. En het blijkt dat glazuur, als je de documentatie op naslaat, dat er glazuren zijn die weerhaakjes hebben. Als je die gaat mengen, dus je hebt ze nog niet in het water, je zit er nog voor, je schudt dat poeier, schud je in het glas. En dan komt glazuur in de longen. Dan haken die zich vast. Hetzelfde effect als asbest. Oh. Alleen, men weet het niet. Nee. Nou, daar zijn we nu al druk over aan het praten. Om daar op een gegeven moment een ruimte te hebben waar een afzuiger in is. Dat deze mensen gezond blijven. We hebben op het lassen. We zitten met veel oudere mensen. Lasafzuiging, dat hoeft niet. Want ik heb 50 jaar zonder afzuiger gewerkt. Wij hebben gezegd, er moet afzuig komen. De veiligheid is gewoon van essentieel belang. En dat geldt voor allerlei situaties. En er is wel eens geld voor nodig. En dan zitten we wel eens te schooien.
bij Annetje van Puijenbroek. En ja. We zitten dus te schooien voor projectsubsidie bij de gemeente. En in goed overleg met ook te laten zien wat je gaat doen, is dat meestal wel haalbaar. Ja. Ja. En ik begrijp dat het veel oudere mensen zijn die bij de leeftijd die loopt op het ogenblik van 42 tot 86. Oh. 87. Die oude mevrouw die zit te schilderen, die is 86. Die is 86, ja. Maar er is een man die doet draaiwerk. Ja. En die is 87. En het leuke was, ik kreeg gisteren een telefoontje. En ik zit niet in de organisatie van het feest van 25 jaar bestaan. Dat is een andere werkgroep. Ik wil optreden daar, kan dat? Ik zeg, Willeke, wat wil je dan doen? Ja, ik wil een liedje zingen. 87. Ik zeg, weet je wat, bel even de secretaris, want die zit in de groep. Dus ik heb het, hij ziet het toch niet, maar ik heb het netjes afgeschoven. Ja. Ik heb het stiekem afgeschoven. Ja. Ik wil maar, op zich vind ik het prachtig, dat iemand van 86 zegt van, ik wil wat doen. Ik kan iets doen, ja. Mensen, ik denk dat het zo is dat mensen zich elkaar ook aan de gang houden. Ja, je ziet ook op een gegeven moment als er een werkstuk uitkomt dat je zegt van, hé, dat is mooi. Links en rechts zie je het ook allemaal naar voren schijnen. Dat heeft periodes nodig. De ene keer is men volop bezig met vogelhuisjes. Want iedereen die vindt het voorjaar en iedereen maakt vogelhuisjes met hout dan. En de andere keer zijn ze met andere dingen bezig, maar ze apen elkaar wel eens na. Mensen zijn... Als ze het leuk vinden, is er niks aan de hand natuurlijk, toch? Prima, toch? Ja. En wat me ook altijd opvalt als ik bij jullie kom, dat jullie zo enorm veel machines en gereedschappen hebben staan. Zonder machines kun je niet werken. Ja. Ja. Je zult eerst, als je iets wilt, zul je eerst moeten zorgen dat de faciliteiten aanwezig zijn. En als de faciliteiten aanwezig zijn, en neem alleen maar het eenvoudig schilderen, we hebben daar 300 lu licht. Dat wil zeggen dat daglichtlampen, dat wil zeggen dat als het 's avonds is en je doet het licht volledig aan, dat je dezelfde lichtsterkte hebt als overdag. Kijk, dat is mooi. Ja? Ja. Er staan ezels. Er staat een rek waarin je je schilderijen kunt bergen. Er staat een gootsteen waar ze water kunnen hebben. Bij die gootsteen staat een ton waar het water in komt. En het water bezinkt, zodat het afvalrest blijft liggen. En het relatief, want ik zeg nooit 100%, maar het relatief schone water via de riool weggaat. Je hebt een verantwoording. Je moet ook zorgen op het milieu. Je moet niet alles zomaar weg gaan spoelen. Ja, verantwoord ondernemen. Hebben jullie ook een relatie met het repaircafé? Het repaircafé is een onderdeel van ons. Alleen is het repaircafé zelfstandig. Dus hij draait bij ons. Ze draaien op onze papieren, zal ik maar zeggen. Draaien ze door en er is ook samenwerking. Er komt nou een actie bij Albert Heijn. En dan gaat Repaircafé die actie doen in samenwerking met de hobbyshows. En dan hebben we afspraak, delen we het bedrag door midden. Oh ja. Dus, maar onderling is het het best. Alleen, je kunt van iemand die één keer per maand daar komt repareren, kun je niet verwachten dat hij je lidmaatschap aangaat. Dus we hebben gezegd, die blijven geheel zelfstandig. Mm-hmm. Duidelijk. Ja. Dat werkt gewoon perfect. Dat werkt goed. Zij zitten één keer per maand, minus de zomermaanden niet, in juli en augustus niet. Maar verder zitten ze de eerste zaterdag van de maand. Hebben ze het repaircafé. En voor ons is dat het voordeel, dat als er mensen komen van, dat is kapot of wil dit, kun je dat voor mij maken? Dat wij kunnen zeggen van, mevrouw, gaat u maar naar het repaircafé. Ja. Want wij willen als hobby shows, als creatief centrum, niet werken voor particulieren, want dan is het eind zoek. Ja. Wel voor non-profit organisaties, ja. Maar niet voor particulieren. De huisvesting, moeten we het daarover hebben? Precies, ik zit even te safe? Hoe gaat dat in de toekomst? Zijn er zorgen over? Of er zijn geen zorgen over, want zover we weten, blijven die gebouwen gespaard voor de woningbouw. Dus zover we nu weten, hè? Want Goorle kan veranderen. Ja, maar dus ze zitten dus in de oude pui, zeg maar. En wij zitten aan deze kant. Dus wij zitten met. En ik moet zeggen, wij huren de gebouwen. En dat gaat prima. Is alleen van Vekermans, of niet? Van Vekermans. Ja. En alleen willen we graag uitbreiden.
Want er zijn nog wel projecten die aanwezig zijn in het creatieve gebeuren. Maar ja, dan moet eerst een man de huur opzeggen. En Vekeman, zijn naam is genoemd, die zegt van als het gebouw leegkomt, dan zijn jullie de eerste die de gelegenheid krijgen om dat te huren. Oh ja. En ik moet zeggen, Vekeman is zeer bereid om ons te helpen. Ja. Maar je zegt, de bestemming is daar woningbouw? Nee, het is geen woningbouw. Nee. Nee, maar wel vlakbij, hè? Ja, wel vlakbij, maar wij worden ervoor gespaard, zover we nu kunnen bekijken. Okay. Ja. Je kunt dat, en anders zitten we met een groot probleem, want we zitten nu al aan een kleine 900 vierkante meter. Ja. Ja. En dan zeg ik van ja, hoe lossen we dat op? Maar de mens lijkt meer van zorgen als van oplossingen. Ja. Dus laten we maar bij oplossingen. Het lijden dat hij vreest. Juist, ja, hij leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Hij leidt het goed, Ben. Ja. Oké, ik heb geen vraag meer op dit moment. En gezien de tijd gaan we nu ook een muziekje draaien. Nou, dan houden we er gezellig mee op. Nou, daarmee op. Heel erg bedankt. Ja, ik ben heel wat wijzer geworden. Ik zou zeggen, kom een keer kijken. Ja. En je zijt welkom. Je zijt welkom. Gewoon niet beter weg. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. We gaan nu in gesprek met Sylvia Tormans en Frans Breukens van de gemeente Goorla. Beurskens. Ja. Van de gemeente Goorla. En jullie houden je bezig met de plannen wat betreft de Bakertand. Correct. Ja, correct. En er zijn, en dat krijgen we dadelijk ook allemaal keurig te zien, 3 gebieden, gebied A, B en C, met verschillende aantallen woningen. Misschien ook andersoortige woningen. En laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Ja, er zijn inderdaad 3 gebieden. 2 gebieden die Bakertand BV ontwikkelt. Gebied A tussen de Rillaarse baan en de Apkoopse weg. Dan hebben we nog gebied B, tussen de Apkoopseweg en de Hoogwal, waar prima gas ligt. En uiteindelijk hebben we ook nog een gebiedje C, en dat is de afronding van onze woonwijk, de Hoogwal, met daaraan grenzend de Oostplas. Ja. Ja, en er komen allemaal verschillende aantal woningen, heb ik begrepen. In A komen ongeveer 400 woningen. Ja, tussen de 400 en 420 woningen is nu het plan. In B 75 en 120 appartementen. Ja. En in C 130 woningen. Nee. C 30 à 40. 30 woningen, zie je? Dan heb ik het verkeerd. C is maar een klein gebiedje. Dat is een gebiedje waar in het verleden niet gebouwd kan worden, omdat de boer van Roesel daar zat. En die had een stankcirkel. Dat stukje is toen met geiten en aan de hand runderen. Ja. Dus dat kon niet gebouwd worden. Ja. En die is nu uitgekocht. Ja. Het zijn nogal wat woningen, hè? Die er komen, rond de 500 zo, en dan nog appartementen? Ja, in het koersdocument, hè, wat nu binnenkort naar de raad toe gaat, daar heeft Bakertand BV, want het koersdocument is iets wat Bakertand BV gemaakt heeft. Het college van burgemeester en wethouders vindt er iets van. Hè, die hebben daar in het beginsel ja tegen gezegd. Die hebben daar een groot aantal randvoorwaarden bij gezet. En dat koersdocument gaat nu naar de gemeenteraad toe. En die bepaalt uiteindelijk of ze ermee instemmen, ja of nee, en welke voorwaarden dat daaraan verbonden wordt. Dus de gemeenteraad van Goorla heeft het laatste woord daarin van wat er precies komt. Ja. En in deelgebied A zouden 400 tot 420 woningen komen. Daar heeft het college ja tegen gezegd. Mm-hmm. Tegen deelgebied B en C heeft het college gezegd, daar willen we ons nu nog niet op vastleggen hoeveel woningen daar terugkomen. Daar willen we eerst wel eens kijken van hoe dat er precies uitziet. Hoe het eruit ziet of hoe het gaat met A? Nee. Vooral hoe dat is we willen dat nader uitgezocht hebben van hoe dat er precies uit komt te zien. Oké. Okay. Dat hangt natuurlijk ook samen met de verplaatsing van Primagas die midden in deelgebied B zit. Ja, precies. Want ik vroeg tijdens die bijeenkomst van wat Primagas? Ik had er nog nooit van gehoord. Jongens, dus ik ben er eens langs gefietst. En, het is valt ook niet op. Het valt ook niet echt op. Hoe kun je er nooit van gehoord hebben? Nee. Oei. Ja, Primagas is de zogenaamde BZO-inrichting.
En dat, is een, dat zijn zeg maar bedrijven die een bijzonder gevaarsaspect in zich hebben. En daarvan is de provincie ook bevoegd gezag als het om vergunningen gaat. Okay. Die heeft het naar zich toe gehaald. Dus ja, ja. Het is een van de hele zware gevallen van een bedrijf, zeg maar. Ja, ja, grote risico's. Snap ik, ja. 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 En het is daar is het druk mee bezig. Er zijn al nieuwe locaties in beeld, heb ik begrepen, waar het naartoe zou kunnen. Maar ik heb ook begrepen dat als het niet verplaatst wordt, dat dit koersdocument niet doorgaat volgens het college. Ja, in de overeenkomst die de gemeente Goorlen met de gemeente Tilburg heeft gesloten op het moment van dat de Bakertand weer naar Goorlen kwam, staat in dat we gezamenlijk gaan proberen om Primagas te verplaatsen. En Tilburg neemt erin het voortouw. Nu gaat het koersdocument ervan uit dat Primagas verplaatst. En dat betekent, als Primagas, als dat niet gaat lukken, dan telt dat koersdocument niet meer. Ja. Dus dat is een uitgangspunt voor het koersdocument. En dan? Ja, dan komt er een ander koersdocument. Ja. Lijkt mij. Dan moet je eerst een hele andere afweging maken. Maar laten we dan nu even, denk ik, het is denk ik niet verstandig om daarop over te gaan dagdromen dat het niet lukt. Ik heb eigenlijk wel de goede hoop dat dat echt gaat lukken, dat Primagas verplaatst wordt. Daar heeft Tilburg belang bij, daar heeft de gemeente Goorlen groot belang bij. Daar hebben de mensen die daar omheen wonen groot belang bij. En daar heeft Primagas ook belang bij. En, ja, en als er zoveel mensen belang bij hebben, dan gaat dat lukken. Mevrouw Tormans, u bent stedenbouwkundige van de gemeente. Hè? Klopt. Is het niet heel bijzonder om een woonwijk te ontwikkelen die eigenlijk door een andere gemeente eigenlijk ontwikkeld wordt, laat ik zo zeggen, om daarbij betrokken te zijn? Want die Bakertand BV is puur 100% Tilburg. En toch heeft Goorlen een grote vinger in de pap. Ja, nou, voor mij als stedenbouwkundige maakt dat niet uit. Hè? Wij werken met marktpartijen. En dus het bijzondere is dat hier een gemeente een marktpartij is. Mm-hmm. Ja, dus Bakertand BV daarachter zit 100% een gemeente. Aan de Zuidrand werken we ook met marktpartijen. Dat zijn particuliere bedrijven. Dus voor mij in mijn werk, of dat ik nou werk aan de Zuidrand of op een kleine locatie in Goorlen of op een grote locatie als Bakertand, maakt dat niet uit. Wij zijn zelf als gemeente namelijk geen eigenaar. Dat zijn we niet in Bakertand, maar dat zijn we ook niet aan de Zuidrand. En vast ligt wel dat uiteindelijk Goorlen mag bepalen wat voor soort huizen er komen. Ja, dat geldt voor al die ontwikkelingen wel. Hè. Dat geldt voor alle locaties. En dat is ook wat de Raad bedongen heeft. Van, nou, prima als andere marktpartijen plannen ontwikkelen. In dit geval Bakertand BV hartstikke goed. Als je plannen ontwikkelt, maak een koersdocument zodat je ons laat zien wat je graag wil en wat je van plan bent. Maar wij als gemeente staan uiteindelijk aan het roer, want onze raad stelt alles vast. Ja. Hmm. En wordt er dan ook rekening gehouden met de woningbehoeften van Goorlen? Daar is uiteraard onderzoek naar gedaan door het projectteam. Ja. Van dat is de behoefte aan woningen in Goorlen. Ja. Nou is de Bakertand BV een beetje een bijzondere locatie. Bij de overeenkomst die gesloten is, heeft de gemeente Goorlen gezegd en de raad van Goorlen. Nou, op het moment dat hier woningen ontwikkeld worden, dan willen wij dat het past bij ons dorp. We hebben een groen en dorps woonmilieu. Dus dat heeft de gemeenteraad aan de voorkant meegegeven. Het bijzondere aan deze locatie is wel dat er niet alleen voor Goorlense behoefte ontwikkeld wordt. Er wordt ontwikkeld voor een regionale behoefte. Er worden regionaal woningmarktonderzoeken voor gedaan. Dat is denk ik een jaar geleden. Dat doen we in de regio Hart van Brabant, de 9 gemeenten samen. Omdat de woningmarkt ook een regionale markt is. En op basis van dat regionale woonbehoefteonderzoek wordt er wel ingezoomd per gemeente. De behoefte van Goorlen is uiteraard net iets anders als de behoefte van Oosterwijk. Die weer net iets anders en zeker heel anders is die van Tilburg. En Bakertand BV heeft dus een onderzoek laten doen specifiek voor deze wijk. En eigenlijk gezegd, als de gemeenteraad van Goorlen een groen dorps woonmilieu wil hebben, dan zijn daar twee regionale woonmilieus die daarbij passen. De ene is dorps, de andere is luxe. En dan zou je naar dit typologie aan woningen moeten gaan om dat te bereiken. Ja. En dat is een menging van alles. Maar voor een groot deel is dat vrijstaat en tweede kap, dus ruim opgezet.
Stukjes sociale huur, stukjes CPO zijn mogelijk, appartementen zijn mogelijk. Maar het is echt de bedoeling, en ook de opdracht van onze raad was het, om groen en dorps iets te maken. Het moet dus een typisch Goorlense wijk worden, zoals we veel wijken hebben in Goorlen. Gekenmerkt door veel pleintjes, veel groen en alle type woningen door elkaar. Hè. Dat is echt typisch Goorlen. Dat zie je bij de Grote Akkers, dat zie je bij de Helle iets minder, maar dat zie je bij het Ven en dat zie je bij de Nieuwe Erven. Het wordt gekenmerkt doordat er huurwoningen zijn naast koopwoningen, vrijstaande woningen naast tweekappers, rijtjeswoningen, bejaardenwoningen. Dat mengsel heb je heel typisch in Goorlen. En in Tilburg is het veel grootschaliger allemaal. Maar als ik nu een beetje kijk naar lijfstromen, hoeveel mensen dat daar op de wachtlijst staan, hoe lang ze op de wachtlijst staan. En ik heb ook begrepen dat er maar 10% van al de woningen in de Bakertand sociale huurwoningen zullen zijn. Ja. Dat percentage is genoemd. Hè. Ja. Goed, uiteindelijk is de gemeenteraad die daar straks iets van gaat vinden natuurlijk. Hè. Nou, het ligt denk ik aan Tilburg. Wat niet aan Goorlen. Nee, ik denk dat uiteindelijk de gemeenteraad van Goorlen gaat zeggen van wat er moet komen. Ja. Okay. Het is wel zo, als die ontwikkelaar Bakertand BV zegt van ja, dat is niet haalbaar, of dat doe ik niet, ja, dan komt er niks natuurlijk. Hè. Dus altijd een eigenaar, net als bij de Zuidrand, moet wel willen om die woningen te bouwen. Dan kan de gemeenteraad wel zeggen, ik wil dat. Maar het is de grondeigenaar en de bouwer die uiteindelijk zullen zeggen van ja, ik doe het of ik doe het niet. Nou, wat ik begreep, hebben ze overleg tussen Bakertand BV en Lijststromen. Precies. Over het programma wat Lijststromen graag zou willen realiseren in dit gebied. Ja. Een andere vraag is hier, dat is een koersdocument en koersen, dat lijkt te verwijzen ook misschien, ik weet het niet, naar verkeer, verkeersafwikkeling. De ontsluiting, hoe zit dat in dat document opgenomen? Nou, voor de ontsluiting, het document gaat eigenlijk in op twee belangrijke dingen. Natuurlijk allereerst de ontsluiting van het gebied zelf. En het college en de raad hebben specifiek gevraagd om ook te kijken naar de zogenaamde oostelijke ontsluiting. In het kader van dit koersdocument. Voor het gebied zelf wordt er een ontsluiting voorgesteld. Zowel vanaf de Rillaspaan als vanaf de Apkoversweg. Voor het deelgebied A, dus het westelijk deel. Belangrijkste ontsluiting vanaf de Rillaspaan. En een tweede ontsluiting eigenlijk vanaf de Apkoversweg, omdat we het lint Bakertand, wat een historisch en prachtig lint is, niet willen gebruiken voor de hoofdontsluiting van deze wijk. We willen het karakter graag behouden, met de keitjes, met de boerderijen die eraan staan en met die historische setting. En dat gaat niet op het moment dat je daar een ontsluiting voor 420 woningen van maakt. Ik heb wel begrepen dat er een rotonde bij komt aan de Rillaspaan. Of ja, heet ook Rillaspaan. Ja, bij de aansluiting van de Guido Gesellelaan, die nu zo'n beetje naar omlaag gaat, daar zou dan een rotonde kunnen. Ja, een rotonde is volgens de verkeerskundige voor de hoeveelheid verkeer die er dan op de Rillaspaan zit, de beste afwikkelvorm van het verkeer. Ja. Dat geldt voor deelgebied A. Deelgebied B wordt dan, het idee is om, er is een onderzoek gedaan. Er is altijd al heel lang discussie over van moet je toch niet een oostelijke ontsluiting maken, een directe ontsluiting op Hilvarenbeek via dat gebied. Via de lage wal. Dus er is tegen Bakertand BV gezegd, joh, we willen heel graag dat je gaat onderzoeken wat de effecten zijn. Ze hebben een studie gedaan, een verkeersstudie, op basis van onze verkeersmodellen. Wij hebben allemaal modellen hoe de verkeersstromen nu bij ons gaan. Daar voegen wij dan al die nieuwe woningen aan toe die we de komende 10 jaar gaan bouwen. En dan kan je met zo'n model kan spelen. En zij hebben dus een aantal scenario's onderzocht. Een scenario, we gaan de hoge wal afsluiten. We gaan dat niet meer doen. We gaan helemaal geen verkeer meer. Voor autoverkeer. Ja, voor autoverkeer. Er is ook een scenario. Nou, we houden het zoals het is. We maken het wel veiliger. Maar in principe gedogen we dan dat daar voor mensen sluiproutes zijn. Of routes, directere routes naar Tilburg. En ook een scenario doorgerekend. Van we maken er een volwaardige ontsluiting van. Dus in feite dan trekken we de Rillaspaan met 50 km/u. In zijn asfalt door naar in de richting van Hilvarenbeek. Ja. En uit dat onderzoek blijkt dat het voor
Goorlen in zijn algemeenheid en ook voor het gebied het beste zou zijn om het te houden zoals het is. Wel de verkeersveiligheid met name ook voor de fietsers beter te maken. Maar op het moment dat je het af zou sluiten, dan krijgen we een stagnatie op het westelijk deel van de Rillaarse baan. Bij de rotonde bij de Tilburgse weg en de aansluiting op de Turnhoutse baan. Want dan moet alles in feite via de westelijke ontsluiting eruit. En op het moment dat we het helemaal open zouden leggen, dus een oostelijke ontsluiting zou maken, volwaardig, dan trekt er heel veel meer verkeer opeens die kant op. Mm. En dan wordt het, zoals het onderzoek, dan wordt het rustiger op de A58. Oh ja. En dat is een nog ergere sluiproute eigenlijk. Ja, want dan gaan er veel meer verkeer vanuit Goorlen zelf, gaat ze dan kiezen voor die snelle route. Dus je moet de auto het niet te gemakkelijk maken? Nee. Nee. Wat natuurlijk dan in de uitwerking straks een hele uitdaging is. En wat het eigenlijk nu ook is, om ervoor te zorgen dat het niet nog veel meer gaat sluipen dan dat het nu doet. Daarom is ook het voorstel van Baakland BV om een knip te maken eigenlijk in de hoge wal. Dus hier zit het ook een stukje groen gebied daartussen. Zodat het verkeer niet door kan. Maar echt een beetje kruip door, sluip door via de noordkant. Eigenlijk zoals het nu ook gaat. Mm-hmm. Dan richting Hilvarenbeek moet gaan. Nou, ik zie het al gebeuren. Er komen 500 woningen. De mensen gaan 's morgens naar hun werk. Het zijn 1000 mensen. Ja. Oeh. Ja, daar is dus kan dat allemaal over die wegen? Ja, dat is dus onderzocht. Want dat kan je onderzoeken. Zoveel mensen komen erbij. Er komen 6-7 verkeersbewegingen per dag per huis ongeveer bij. Die zet je bij de verkeersstromen die er nu al zijn. En dan kijk je wat er gebeurt. En uit die onderzoeken, die rekenmodellen, blijkt dat dat uiteraard te drukker wordt. Want een beetje 500 woningen erbij. Die mensen die hebben ook allemaal een auto of twee tegenwoordig. Als je pech hebt, zijn er mensen ook die er 3 hebben. Dus het wordt drukker, maar het is niet zo dat het ergens stagneert. Dus niet op de ronde rotonde Tilburgse weg is het niet zo dat we zo meteen in de file gaan staan. Natuurlijk is het druk. Ik rijd 's ochtends nu ook via de Rillaarsbaan. En is het bij de rotonde Tilburgse weg als je om 8:30 komt allemaal. Dan kan je daar niet heel vlot door. Maar het is ook niet zo dat ik er nu 10 minuten over doe om op het gemeentehuis te komen. Nee. En dat gaat straks dus ook volgens de onderzoeken niet gebeuren. Nee, en dan gewoon aansluitend op een open brief van Renate van Dommelen vandaag in het Goorlens Belang. Wat voor druk geeft zoveel mensen die erbij komen, bijvoorbeeld voor het winkelen, voor het winkelcentrum, voor de restaurants, et cetera, die er zijn? Ik weet niet of dat druk is. Hè? In de eerste plaats zoveel mensen. Er zit wel. De bedoeling is dat het project is van 10 jaar. Hè? Dat wil zeggen, er komen 60, 70 woningen per jaar bij. Dus niet in één keer 400, 420. Maar dat gaat dus heel geleidelijk. En wij denken dat het goed is voor Goorlen als er mensen bij komen. Als Goorlen groeit. Misschien krijgen we dan wat meer winkels. Als je dacht dat daar problemen zitten in het centrum met de winkels, dat daar wat meer mensen naartoe gaan, is dat denk ik niet positief. Ik denk dat het goed is voor de school die er zit. Ik denk dat het goed is voor de winkels, voor de ondernemers die er zitten. Ik denk dat het heel goed is voor de verenigingen die er zitten, die eigen aanwas onderaf willen en die vrijwilligers willen. Misschien zit er wel een nieuwe logvoorzitter in de toekomst in die uitbreiding. Ja, daar wordt ook speciaal naar gekeken of daar een nieuwe logvoorzitter bij zit. Het worden uiteindelijk allemaal Goorlenaren. Ja, Tilburg zet het neer, maar uiteindelijk zijn het inwoners van de gemeente Goorlen. Je noemde trouwens net iets, Frans, waar ik ook nog naar wilde vragen. Die maatschappelijke functie die er ook komt. Goorlen krijgt 2000 vierkante meter grond, heb ik begrepen, waarschijnlijk voor de uitbreiding van de school. Klopt? Ja, nou is 2000 vierkante meter niet zo erg veel, natuurlijk, vind ik. Maar we hebben een prognose laten maken hoe het gaat met de school De Bron die daar zitten. Mm-hmm. Als er niks gebeurt, dan gaat die school geleidelijk aan, over een aantal jaren loopt die terug in leerlingenaantal. Eerst valt er 1 klas af en nog langer, dan is de 2e klas niet meer nodig, enzovoort een beetje. Op het moment dat Baakland erbij komt, ook geleidelijk aan, neemt het leerlingaantal niet af, maar neemt een beetje toe.
En dat betekent dat we waarschijnlijk 2 tot 3 lokalen maximaal erbij zouden moeten hebben. En dat is de reden dat wij gezegd hebben, ja, die willen we dan wel daar op een goede manier positioneren. En voor de hand ligt om ze dicht bij de bron neer te zetten. Dus, en daar is dus ruimte voor. En daar hebben we van tevoren naar gedacht. Het moet overeenkomst met Tilburg sloten. En daar gaan we nu gebruik van maken. Het college heeft ook gezegd, wij gaan daar gebruik van maken. Dus we gaan die 2000 vierkante meter afnemen. Een ander aspect van het plan is het geluid. Hè? We hebben het er straks al even over gehad. Ik was bij de presentatie die mevrouw Tollemans gaf aan de pers. Ik denk dat het wel een heel bijzonder plan wordt wat betreft het geluid. Geluidswering die er komt. Ja, er wordt in het kader van de wet geluid, dan heb je met een nieuwe woonwijk had te maken met een nieuwe situatie. Dat betekent dat je aan de wet moet voldoen. Waakstand BV heeft akoestische onderzoeken laten uitvoeren. En daaruit blijkt dat het niet mogelijk is om zonder geluidswerende voorziening langs de A58 je nieuwe woningen neer te zetten. In de kaders van de wet. Er is inderdaad gekozen voor een hele bijzondere manier om een geluidvoorziening te maken. Een geluidvoorziening eigenlijk met 2 gezichten. Een gezicht vanaf de A58, wat een vrij stevige wand gaat worden. Het idee is van 1,9 meter hoog. Maar juist vanuit verticaal. Maar aan de Goorlense kant. Dat ziet er dan uit als een soort scherm, absoluut. Ja? Als een soort scherm. Een scherm in een wal of een los scherm. Dat ligt een beetje aan de constructie. Want het idee is dat er een enorme geleidelijke wal gemaakt wordt. Eigenlijk van net achter de bakertand tot 9 meter omhoog lopend. Moeten we dat voorstellen als een soort heuvel? Als een soort talud. Van een meter 7, 8 hoog. En daar is heel bewust door de stedenbouwkundige van Baakstand BV voor gekozen. Omdat ze zegt, nou weet je, vanaf de A58 heb je een bepaald beeld. Maar het beeld eigenlijk, wil je het dorps maken, is vanaf de bakertandzijde veel belangrijker. Dat groen blijft. Dus vandaar het idee voor een talud. Waar ook we een stukje ecologische verbindingszone nog mee kunnen maken. Want nu ligt er een ecologische verbindingszone bij Kijkboskens. Dat moet eigenlijk op een bepaalde manier door naar de Oostplas. Want nou stoppen kikkers, zal ik maar zeggen, daar. En dat talud, daar kunnen we een stukje bos op aanplanten. Zodat we in feite een groene achterkant krijgen van de nieuwe woonwijk. En wat ook heel bijzonder is op zo'n talud, wat het zuiden is. Zijn we in staat om straks een hele grote zonvoorziening te maken. Dus allemaal zonneschermen, zonnepanelen en een stukje van de elektriciteitsvoorziening van de wijk. Dus zelf daar op te wekken. Zonder dat helemaal in het zicht zit. Dus het wordt een heel bijzonder groen gebied. En dat is wat we daar in het noorden zien? Ja. Ik zag daar iets blauws. Ja. Dat zouden dan die zonnepanelen? Dat grijsblauw. Ja, dat grijsblauwe, dat zijn de zonnepanelen. Die liggen dus in het talud. Mm-hmm. Aan de onderkant een beetje dat aquablauwe. Dat is de bedoeling dat we daar een stukje van een waterberging gaan doen. Want tegenwoordig willen we wijken ook, noem dat met een mooi woord, klimaatadaptief maken. We willen zorgen dat het groen is, dat er voldoende koelte is, dat we geen hittestress krijgen en dat we het water in het gebied zelf vasthouden. Nou, Bakertand loopt af in de richting van de snelweg. Nou, dat talud gaat dan omhoog en ontstaat eigenlijk een soort laagte waar je het regenwater vanuit de wijk een beetje moeras kunt bergen. Zodat het niet via het riool hoeft te worden afgevoerd. Dus het wordt een heel bijzonder groen gebied. Ook voor recreatie? Ook voor recreatie. Ja, in ieder geval de suggestie is dat je er dan doorheen kan. Met de raad is ook een duurzaamheidsworkshop gedaan. Ook kijken naar of het niet leuk is of in het kader van biodiversiteit naar pluktuinen te gaan of zoiets. Nou, daar zou dat gebied gewoon heel erg leuk voor zijn, ook om te spelen. Ja, paden erdoorheen. Eigenlijk een recreatief uitloopgebied. Ja. Zonder dat je daar 58, zal ik maar zeggen, ziet. Ja, en dus hopelijk niet meer hoort. Nee. Tenminste niet in die buurt, maar een kilometer verderop hoor je hem wel. Want dan gaat het geluid over dat hele geval heen. In Grobben ook hoor je hem wel. Ja, het wil niet straks niet zeggen dat je hem niet hoort. Hè. Nou ja. Ik woon in grote akkers. Ja. En daar hoor ik de snelweg ook. Ja. Met name als het noordwestenwind is. Hè. Zeker. Het is absoluut zo dat je die dan hoort. En straks zal in Bakerland niet anders zijn dan in Grobbendonk of in grote akkers. Ja. Bij een bepaalde windrichting zul je die weg wel horen. Ja. Alleen, dat moet wel voldaan worden aan de normen die de wet geluidhinder stelt.
En daarvoor is dat geluidsscherm nodig. Maar dat is niet voor alle woningen voldoende. Daarnaast moet er ook nog aan een aantal woningen ook iets gebeuren. Dus dan moet de gevel beter worden. Het viel me trouwens ook op dat in plan B rechtsboven, hè, dat daar ook extra water is toegevoegd. Ja. Ja. Ja, want nou ja, wat ik al zei, in het kader van het klimaat hebben we in Goorle en in de regio hebben we behoefte aan ruimte voor water. Ruimte om het water vast te houden, het water te bergen. De opgave van het waterschap. Waterschap de Dommel heeft in haar kaarten aangegeven dat dit is een laagte, dit gebied ligt lager. Dat het hier heel goed zou zijn of fijn zou zijn als we hier wat aan waterberging zouden kunnen doen. De stedenbouwkundige van Bakenland BV heeft daar iets voor bedacht. We hebben natuurlijk de Oostplas. En die zei van, nou, je zou aansluitend daarop zou je een nieuwe watervoorziening kunnen maken. En nou ja, de wal, het idee is om de wal die dan gemaakt wordt met die geluidsschermen, dan langs die plas door te trekken en te laten beëindigen in een markant gebouw. Dus dat oranje rechtsboven zou dus een soort baken moeten worden, begrepen? Dus die geluidwal die loopt niet alleen bij deelgebied A, hè, waar die te zien is, dat grijze aan de bovenkant. Maar die loopt ook door boven deelgebied B en die eindigt, althans wat de ontwerper gemaakt heeft, in dat gebouw wat groot is aangegeven. En dat is dus een appartementencomplex en fungeert tevens ook als geluidsscherm. Voor dat daarachterliggende gebied. Dus dat is toen een beetje duaal, hè? Want we wonen in Goorle, met name aan het noordelijk deel, wonen we aan de snelweg. Als je rijdt op de snelweg en je rijdt zo meteen, als je niet uitkijkt, alleen maar langs wallen en schermen. En zie je helemaal niet meer dat er ook nog iets achter ligt. Dus op markante punten is het leuk en interessant om je te laten zien. Nou, op dit moment is dat appartementgebouw wat er nu al staat aan de Oostplas, is natuurlijk heel kenmerkend voor het feit dat hier ook nog gewoond wordt. En dat blijf je ook zien. Hè? En dat blijf je ook zien. Hè? En kijk, Boskens is er natuurlijk ook gewoon, ja, stedenbouwkundig een prachtig voorbeeld van, dat je toch dicht aan de snelweg kan laten zien dat je... dat er ook gewoond wordt achter die weg. Dat hoorde er nog eens. Word je straks, als je daar in dat appartement woont, niet verblind door de zonnepanelen die op de Oostplas liggen? Dat denk ik niet. Waarom denk je dat dan? Ik denk dat niet zo is. Kijk, de panelen op de Oostplas is een suggestie die de stedenbouwkundige van Bakenland BV aan de gemeente heeft gedaan. In eerste instantie was het idee dat voor een Bakenland gebruikt zou moeten worden. In het planteam zat de energiecoöperatie. En die zei van, nou, weet je, op het moment dat je dat soort panelen op de Oostplas doet, Bakenland is een nieuwe wijk, los het lekker zelf op. Als we dat zoiets al zouden doen, dan zouden we dat eigenlijk moeten doen voor het bestaande woongebied. Die mensen uit het bestaande woongebied die ook in het planteam zaten, die zeiden ook, Bakenland, los je eigen problemen op. Ja. Wij hebben straks voor onze woningen ook een opgave, de bestaande woningen aan de Hoge Wal. En wij willen die plas wel gebruiken. En uiteindelijk heeft de gemeente gezegd, nou, dat vinden wij een goede inbreng van het planteam. Dus Bakenland BV, los je eigen problemen op. En die plas zou nog eventueel beschikbaar kunnen zijn voor zonnepanelen, voor een initiatief van... En het is een suggestie. Het is een suggestie ook waar we ook als gemeente, ook tegen het college, ook ambtelijk tegen het college gezegd, van je moet daar over nadenken. Want de Oostplas heeft ook nog andere functies, heeft ook een ecologische functie. Ja. Kan dat inderdaad wel met zonnepanelen? Inderdaad, schittert dat niet te veel? Kan je dat landschappelijk wel of niet inpassen? Je moet daar eerst nader op studeren. Is het al ergens gedaan? Wordt proefondervindelijk wordt het ergens in Nederland wordt dat gedaan, volgens mij in de buurt van het IJsselmeer. Zelfs met eilanden die kunnen draaien, waar aan de onderkant biodiversiteit en dingen aangehangen worden voor de planten en de dieren. Dus er wordt in Nederland op dit moment heel veel geëxperimenteerd met dit soort dingen. Maar het heeft voordelen en nadelen. Ja. Hè? Ik bedoel, wat Sylvia ook zei, ecologisch is die plas ook een beetje. En je weet niet precies wat de invloed van die panelen op de ecologie is. En goed, daar zal nog goed naar gekeken. Of de blauwalg daar goed tegen kan, bijvoorbeeld. Ja. Misschien schijten straks de vogels wel onder. Ja. Dan doen die panelen niks meer. Hè. Dus daar moet even nog goed naar gekeken worden. Ja. Nou, Tilburg had trouwens wel een aardig idee. Dus verder ook voor de plas zelf. Hè, om daar een meer recreatiegebied van te maken. Ja. Hoe staat Goorle daar eigenlijk tegenover?
Dat hoort graag van de gemeenteraad. Misschien een politieke vraag, ja, die we eigenlijk niet mogen stellen. Dat hoort graag van de gemeenteraad. Kijk, het is natuurlijk zo dat alles wat ten oosten van de, hoge, van de bestaande Hoge Wal is, dat is niet een pakjan van Bakerton BV. Dat wil zeggen de ontwikkeling van het deelgebied C, de recreatie die daar gepositioneerd is in het koersdocument, en ook de ontsluitingsweg, de veiligheid van de ontsluiting van de weg, dat is iets waar Goorle zelf over gaat en niet Bakerton BV. Oké, okay, we gaan afsluiten helaas. We horen al de muziek op de achtergrond. Sylvia Tormans en Frans Beurkens, hartstikke bedankt voor jullie inbreng. De techniek was vandaag zoals gewoonlijk weer in handen van Ludwig Tannenbaum en Wilfried van Zon. Volgende week hebben we hier de wethouder Johan Swaans en dat gaat dan over de bezuinigingen en het proces van burgerparticipatie, waar Gonnie net het een en ander over verteld heeft. Ook de voorzitter van het Vrouwengilde, Trix Vissers, komt vertellen waarom haar katholiek vrouwengilde een nieuwe naam kreeg. En hopelijk is Suzanne Spermon er dan ook om iets te vertellen over de wereldrommelmarkt van Mill Hill. En ik dank Ben, Gonnie, jullie daarachter nog hartelijk voor jullie aanwezigheid en inbreng.